Op de eerste maandag van 2017 heeft Soeren Squatte 750 abonnees gehaald, wat natuurlijk echt geweldig is. Dus daarom wil ik jullie in deze video en ook op dit moment echt super bedanken voor al jullie geweldige support. Zonder jouw support, zonder jouw likes, zonder jouw comments, zonder jouw vreugde natuurlijk, hadden we dit natuurlijk nooit kunnen behalen. Dus daarom echt iedereen die nu kijkt en ook die mijn video's überhaupt heeft gekeken, echt super bedankt voor al jouw geweldige support. Want ik kan het niet genoeg benadrukken, maar het is gewoon echt geweldig en hartstikke leuk om te zien dat jullie steeds weer mijn video's leuk vinden, bekijken, lekker meecommenten, ook zelf, vooral met Pokémon Go natuurlijk, gewoon zelf laten weten wat jij hebt gekregen of wat jij hebt gehashed of weet ik het allemaal. Echt geweldig om te zien. Dus daarom echt enorm bedankt voor jouw geweldige support. Dat is er meteen uit. En dat is ook wel altijd een beetje het spannendste, want ik wil gewoon altijd goed benadrukken dat jullie natuurlijk echt gewoon geweldig zijn. Nou, het is goed gelukt net, denk ik, dus dat is mooi. Dan zou je misschien ook afvragen, Søren, hoe gaan we dat vieren of wat gaat er nu gebeuren? Ga je nog iets speciaals doen? Goeie vraag, want het gaat zeker gebeuren. Deze week, toevallig natuurlijk nog de laatste week van de kerstvakantie. En natuurlijk het Pokémon Go event met de Bulbasaur, dus Charmander en de Squirtle spawns die omhoog zijn gegaan. Het valt wel mee eigenlijk, ik had eigenlijk wat meer verwacht zoals Halloween. Zodat je echt eigenlijk om de 2 seconden wel een Cubone of een Marowak of een, een Gastly of een Drowsy op je scherm zag verschijnen. Dat is helaas niet zo, maar op zich, je merkt het wel dat ze in ieder geval wat vaker tevoorschijn komen. Wat we wel gaan doen voor deze 750 abonnee special, om zo maar even te noemen. Deze week komt sowieso de evolutieaflevering online van de 3 starters, of tenminste waar het draait om de 3 starters. Die gaan we vanaf het begin tot het einde helemaal evalueren, wat natuurlijk helemaal geweldig wordt, want ik speel al sinds 17 juli volgens mij, als ik dat goed in mijn hoofd heb geprint, Pokémon Go. En dat we nu op dit moment kunnen laten evalueren is wel hartstikke gaaf en is eindelijk, gaat het gebeuren. Dus dat wordt gewoon hartstikke gaaf, dus die komt sowieso deze week online. Waarschijnlijk donderdag, maar in ieder geval die komt sowieso deze week online, de evolutieaflevering, met nog veel meer. Ook ga ik vrijdag gewoon weer lekker streamen. Dus mocht je ook Call of Duty spelen, dan ben je natuurlijk vrijdag weer zeker welkom om mee te komen doen met de stream. Dus ook dat gaan we doen. Dus op zich, deed al de afgelopen 2 weken, maar het is toch een leuk extraatje, denk ik. En ik ga ook een Q&A doen. En dat kreeg al in de vorige keer, toen ik 700 abonnees had gehaald, volgens mij zoiets, of rond dat getal. Kreeg de vraag van, Søren, voor de volgende, een grote mijlpaal, om het zo maar even te noemen. Doe dan een Q&A. Dus bij deze, ik ga een Q&A doen voor de 750 abonnees. Moet nog even kijken hoe ik het ga doen, misschien inderdaad Pokémon's vangen of gewoon een, ik weet het eigenlijk niet, een hele goeie. Misschien dat gewoon een leuke gameplay of zo, wat Pokémon tot achtergrond en wat Call of Duty tot achtergrond. Moet even kijken, ik verzin wel wat, komt helemaal goed. Laat er voor zeker jouw vraag achter wat je hebt. Houd natuurlijk wel netjes, geen vieze dingen of zo, maar bedenk gewoon een leuke vraag en wie weet doe ik hem beantwoorden. Gebruik daarvoor de hashtag Q&A, die zal ik weer even hier laten zien. Doe alsjeblieft wel even dit echt letterlijk kopiëren, want anders dan is het makkelijk, tenminste dat is in ieder geval voor mij makkelijk met sorteren. Hoef alleen maar dat in te tikken en dan komen al mijn vragen of al jullie vragen komen dan tevoorschijn. Dus als je ook maar één kommaatje of puntje of spatie ertussen gebruikt, dan komt hij er waarschijnlijk niet tussen. Dus alsjeblieft doe het even zo. Dat is niet heel vervelend te doen of jullie vervelend te doen, maar het is gewoon makkelijk voor denk ik allebei. Als je gewoon letterlijk hashtag QN, dus de N van Nicole, mijn zusje. En dan hoofdletters maakt volgens mij niet uit, maar doe het maar gewoon even voor de zekerheid, dan weet ik in ieder geval dat het helemaal goed komt en dat iedereen hun vragen kan beantwoorden. Dus dat was eigenlijk alweer de video. Ik wil het kort houden, dat is ook een leerdoel van mij. Ik wil video's waarin ik niet al te veel random gaan lullen. Dus bij deze. Het belangrijkste is natuurlijk dat jullie echt geweldig zijn en dat ik, jullie daar natuurlijk ook enorm dankbaar voor ben. Dus echt super bedankt voor al jullie geweldige support. Dat zal echt nooit vergeten worden. Ik zal natuurlijk ook altijd proberen te reageren op reacties. En gewoon altijd proberen leuke video's voor jullie te maken. Hopelijk vinden we nog steeds de video's leuk. En heb je nou tips of feedback, laat het me zeker weten. Ik luister er zeker naar. Misschien nog ideeën, laat het me ook zeker weten. Want ook daar luister ik natuurlijk naar. Ik zit zelf een beetje achtergrond misschien nog wat andere dingen te bekijken. Moet dat echt even tijd, dat zal nog even duren. Want ik heb natuurlijk ook mijn stage binnenkort. Dus het wordt gewoon even lastig. Maar nogmaals. Jullie enorm bedankt voor het kijken, voor jullie geweldige support, voor jullie geweldige comments, voor alle likes, voor weet ik dat wat je allemaal doet, voor deze video's. Het is echt geweldig om te zien, het wordt echt super gewaardeerd van mij, van mijn kant. En ik ben gewoon echt super dankbaar jullie daarvoor. Dus nogmaals, enorm bedankt voor het kijken. Laat zeker je vragen achter beneden in de comments voor de Q&A. En kijk er ook zeker uit dat we deze week de nieuwe evolutieronde gaan doen. En dan zie ik jullie heel graag bij die video.